Ontdek hoe energetische highs en lows je onverwacht kunnen overvallen en leer hoe energie, zonder dat je het doorhebt, blendt en samensmelt. Ben je klaar om je bewustzijn naar een hoger niveau te tillen? Nou, laten we beginnen. Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end soul-aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 235 Energy Blending. Ontdek het geheim achter energetische highs en lows. Plus ik deel mijn persoonlijke ervaring. Nou, mocht je mij volgen de laatste tijd, of misschien al langer, dan zie je dat er heel veel prachtige en mooie ontwikkelingen gaande zijn. Sowieso in mijn business, maar ook wat betreft het New York traject en zelfs het Nashville traject wat eraan zit te komen in Amerika. Maar misschien weet je ook dat wanneer je mijn podcast al langer luistert en volgt, dan weet je dat ik mijn podcast eigenlijk altijd heel intuïtief maak. Gewoon in het moment. Dus ik voel de dag dat de podcast moet geboren worden, moet ontstaan, voel ik van oké, wat is er gebeurd? Wat hangt er in de energie? Wat is nu belangrijk om te delen? En mijn hoofd zei, oh, we gaan het over New York hebben en al het moois wat we daar gaan doen op energetisch niveau, maar ook voor je business, voor je leven, zoveel moois. Maar dat veranderde eigenlijk door wat er gisteren gebeurde. En ook de dagen daarvoor en zelfs tot op de dag van vandaag. Dus door omstandigheden en situaties in mijn directe omgeving en bij cliënten en studenten werd me dus duidelijk dat de podcast van vandaag over een specifiek onderwerp moest gaan, wat ik nu met jou ga delen. Dus omdat dat zo prominent naar voren kwam, en ook voor jou, dus wanneer je dit luistert, is het misschien voor jou, of is het niet voor jou, alhoewel alles is energie, dus je weet zeker dat je er altijd van leert. Maar het kan ook zijn dat je shifts, veranderingen, highs, lows, bij een ander persoon ziet en waarneemt, en dan kan je deze doorsturen. Dus dat is zo belangrijk dat het bij de juiste persoon terechtkomt. Dus misschien zeg je van, oké, dit is voor mij allemaal al gesneden koek, ik doe niet anders. Uiteraard helemaal prima, maar stuur het dan alsjeblieft door. En ik ga iets delen. En ik werk inmiddels 30 jaar als service-based hulpverlener. Dus zeg maar in de hulpverlenende sector. Maar dit wat mij gebeurde, was voor mij ook nieuw en anders. Dus houd ook even in gedachten, we evolueren continu door. Dus er komen nieuwe situaties en omstandigheden op je pad. Je sensitiviteit, je gevoeligheid wordt misschien hoger. Er veranderen energieën. Waardoor je ook anders gaat reageren. En zo werd ik ook overvallen door iets. Wat ik je zo ga delen. En echt, het was heftig. Het was heftig. En het is gisteren gebeurd. Dus ik neem het nu op. Dus het is heel recent. Dus luister mee. Voel mee. En haal er vooral uit wat resoneert. Nou, misschien weet je dat ik sinds 2008 al bewust bezig ben met energiewerk. Dus eerst deed ik het meer op andere gebieden, maar sinds 2008 voelde ik, oké, ik moet wat met energie gaan doen. En ik ben dat op een veilige manier ben ik dat gestart. Ik ben mijn Energy Jewels collectie gestart in 2008. En dat had met half edelstenen te maken, met energieën. En dus een hele fijne, eigenlijk energetische, spirituele boodschap zat eronder. En 5 jaar verder, zeg maar, ik groeide door. Mijn sieradencollectie groeide door. Toen ben ik mijn Energy Joy praktijk gaan openen. En dat was in 2013. En waarom ben ik dit gaan doen? Nou, eigenlijk vanuit mijn eigen hoogsensitiviteit. Dus vroeger was ik altijd heel verlegen. Ik wil niet zeggen ik ben verlegen, want dat is door een soort overlevingsstrategie is dat ontstaan. Maar ik ben wel altijd heel sensitief geweest. En dat is ook de reden geweest waarom ik deze kant op ben gegaan. Omdat ik moest gaan ontdekken hoe ik met die sensitiviteit kon omgaan. Want ik kwam op een bepaald punt in mijn leven en er gebeurden wel dingen, maar als je tiener bent, puber bent, dan kan je dingen blokken. Maar op een gegeven moment, na het krijgen van mijn eigen kinderen, gingen er zoveel dingen gebeuren. Zoveel gekke dingen eigenlijk. Zoals het veel voelen, aanvoelen van anderen.
pijnen in mijn eigen fysieke lichaam voelen. Die, ja, op het moment dat ik het kreeg, had ik niet door. Maar dat ik me achteraf realiseerde, oh wauw, dat was helemaal niet van mij. Dat was van een ander. Dus onbewust pijnen overnemen. Of ja, dingen waarnemen vanuit het niets. He, dat er opeens iets tot je komt dat je dacht van, hoe weet ik dit überhaupt? Ik had veel voorspellende dromen, meestal enge dromen, waar een grote energetische lading aan zat. En het ging zelfs zo ver, en dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht van, oké, nu vind ik dit niet meer leuk. Ik had me daar altijd voor afgesloten, maar ik kwam op het punt dat ik op klaarlichte dag overleden mensen ging zien. In het jaren 30 huis waar we toen woonden. Zelfs op het moment dat ik gewoon met mijn babytje de trap opliep, naar de kinderkamer wilde gaan om het luier te verschonen. En toen keek ik in de kamer en daar zat gewoon een oudere dame op een stoel. Nou, ondanks dat het een hele, eigenlijk zachte, liefdevolle energie was, en ik werd aangekeken, was het, ja, was het natuurlijk raar. Dus ik moest er toen niet mee. Ik ben er volledig in gaan duiken, want overdag kan je zeggen, het is nog oké, maar s'avonds, nou, dat gaf me echt, kreeg er de zenuwen van. Weet je wel, dat je echt het licht niet meer uit durft te doen. En dat had puur te maken omdat ik het niet begreep. Dus inzicht is kracht, heb ik nu geleerd. Dus wat je niet begrijpt, kan je ook niet veranderen. Dus op het moment dat je dingen gaat begrijpen, dan kan je het gaan veranderen. Dan kan je het gaan transformeren. Dan kan je het gaan integreren in je leven en ook je business. Want wanneer je iets echt vanuit hart en ziel doet, dan ja, ontstaat het eerst voor jezelf, maar uiteindelijk, vooral als je groene energie hebt, als je de helper bent, dan kan je daar op jouw manier, jouw soul-aligned manier, mensen mee gaan helpen. Dus ik ben dus volop gaan ontdekken, gaan ontwikkelen. Ik moest eerst zelf mijn eigen energie gaan leren. Ja, wat ik nu noem masteren. De master over mijn energie worden. Dus je kan iets leren, hè, dan neem je informatie tot je. Maar masteren heeft echt te maken met, het is niet alleen wat je weet, maar het is wie je bent. Het wordt een deel van wie je bent. En ik ben dat dan ook gaan masteren op het hoogste niveau ter wereld. Nou, waar moet je dan zijn? In Engeland. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben vele jaren heen en weer gevlogen naar Engeland, 10 jaar lang om precies te zijn. Traind door de beste op dat niveau. Maar onder mijn mentor Mavis Patilla, wat ja, inmiddels is in de spirituele wereld. Maar absoluut een geschenk dat ik dit heb mogen meemaken. En ja, dat ik dit nu mag overdragen. Dus nadat ik met vele mensen heb gewerkt, zowel één op één in de readings en consulten, maar ook tijdens publieke events, tijdens demonstraties mediumschap, zowel nationaal als internationaal, kwam eigenlijk van de mensen waar ik één op één mee werkte, automatisch, en de mensen die in het publiek hadden gezeten, automatisch de vraag naar voren of ik het anderen kon leren, of ik het hun kon leren. Nou, en van het een komt het ander. Dus het is ook niet van de een op de andere dag gegaan. Ik weet nog dat mijn mentor me even zei van, wacht met het lesgeven aan anderen, dus wacht met het overdragen aan anderen, omdat wanneer je die energie gaat sturen naar andere mensen, dan gaat de energie letterlijk rond de wereld circuleren en dan stagneert je eigen ontwikkeling. Dus toen had ik zoiets van, oké, dat wil ik niet. Dus ik heb het vrij lang uitgesteld. Als ik nu denk, ben professioneel gaan werken in 2013, pas in 2018 ben ik echt gestart met mijn Energy Joy Mastery Academy. Omdat ik zoiets had van, oké, ik wil in ieder geval, en dan was ik dus al langer aan het werk, dus eigenlijk was ik al op dat moment 10 jaar energetisch aan het ontwikkelen, waarvan 5 jaar professioneel, al werkzaam, voordat ik mijn Energy Joy Mastery ging starten. Want ik had zoiets van, oké, ik wil niet dat mijn ontwikkeling stagneert. En ik had ook zoiets van, wat misschien een beetje met onderbewuste overtuigingen te maken. Maar ik wil gewoon echt goed zijn, de beste zijn in wat ik doe, voordat ik het aan anderen kan gaan overdragen. En zo is het gegaan. En eigenlijk van het een kwam het ander. Dus zelfs als je een business hebt, groeit het en evolueert het door. Dus ik merkte op een gegeven moment, waar kreeg ik energie van? Door met ambitieuze, empathische, service-based ondernemers te werken en hun te leren om in hun leven en business met energie en frequenties te werken. En uiteraard de kracht van het onderbewustzijn en zoveel, zoveel meer. Veel van Tony Robbins' coaching technieken beheers ik ook. En naast dat is er zoveel meer. En ja, uiteraard weer alles op het hoogste niveau. Dat is een bewuste keuze van mij. Dus er zijn heel veel prachtige mediums, mensen, energiewerkers die op een bepaald niveau werken. Ik heb zoiets van, hè, misschien heb je voorgaande podcast geluisterd. Dat heet de miljonairs of de multimiljonairs aflevering. Ik weet het nou niet uit mijn hoofd. Dit is 2,35. Volgens mij is het de 2,33. En daar hoor je hoe ik ben opgegroeid. Dus de manier waarop ik zelf getraind ben en nog steeds leer, heeft ook wel een beetje te maken met mijn opvoeding, omdat ik gewend ben aan het deusje van de zalm. Dus misschien is dat in jouw jeugd niet zo geweest, maar is dat gaandeweg ontstaan?
Dat kan een reden zijn waarom het resoneert. Dus neem dat ook meteen mee. Continu ontwikkelen en continu door blijven groeien is super, super belangrijk. Tony Robbins zegt altijd zo heel mooi: we zijn als mensen, als de natuur. Ja, kijk maar naar buiten, kijk maar naar de natuur. Alles groeit, alles bloeit. En als iets niet groeit, wat gebeurt er dan? Gaat het dood, toch? Ja, zo is het voor ons als mensen ook. Dat klinkt een beetje heel zwart-wit, maar denk er maar over na. Er zijn zoveel mensen die doen wat ze hebben geleerd. Tienerjaren op school, misschien eventjes geleerd, gestudeerd. En daarna zijn ze gaan stagneren. Dat zijn meestal de mensen die zich letterlijk van binnen dood voelen. Dus het belang van het werk doen, het informatie tot je nemen. Nou ja, het feit dat je deze podcast luistert of bekijkt via de YouTube-video zegt al genoeg. Maar het is zo belangrijk om dagelijks het inner werk te blijven doen. Het werken aan jezelf. Het blijven groeien. Puur omdat wij ook als de natuur zijn. Het hoort bij jouw ziel, bij jouw essentie, bij jouw spirit, bij wie je bent. En dat gaat door. Dus dag in en dag uit aan jezelf werken, dat is voor mij ja, mijn soort zuurstof geworden. Maar iets wat ook heel belangrijk is, en daar ben ik niet altijd heel goed in geweest. Want wanneer je een helper bent, dan wil je er voor iedereen zijn. Nou, met als gevolg dus inderdaad dat hoe bekender je eigenlijk wordt, hoe meer mensen er gaan uitreiken van, kan je mij alsjeblieft helpen of kan je die persoon helpen? En in het begin zei ik overal ja tegen, maar dat kan niet meer, want ik moet simpelweg mijn eigen grenzen bewaken. En nogmaals, dat klinkt simpel, maar dat is het helemaal niet. Want het is heel makkelijk om ja te zeggen tegen een ander. Maar ga maar eens proberen nee te zeggen en ja tegen jezelf. Ook dat kost heel veel innerwerk. En waarom deel ik dit? En waarom is het juist op dit moment ook zo belangrijk voor mij dat ik mijn grenzen duidelijk aangeef en aanvoel? Nou, misschien heb je dit ook in een vorige podcast al gehoord. Of misschien heb je het gelezen op een van de social media kanalen. Dat bij mijn man een paar weken geleden een tumor is verwijderd. Een uitzaaiing van een tumor die al een paar jaar geleden was verwijderd. Dus heel heftig. Een intens stuk waar we met heel het gezin doorheen gaan. Gelukkig is het allemaal goed gegaan, maar het herstel, ja, het kost tijd, gaat op en neer. Er waren wat tegenslagen, dus ja, heftig, heftig stuk waar we met z'n allen doorheen gaan. En met een gezin met drie, nou ja, de oudste twee hebben de ene een vriend en de andere een vriendin. Dus we zijn meestal een gezin met z'n zevenen en een eigen business en cliënten en studenten en een zieke man die nog niet veel kan en veel op de bank ligt. Ja, best wel veel allemaal. Maar uiteraard ga ik door. Nog meer, nog harder met het inner werk doen. En ik zorg er absoluut voor dat ik elke dag tijd en ruimte neem voor mezelf door aan mijn mindset te werken. Aan mijn energie, aan mijn aarding, aan mijn energiebeheersing. Letterlijk continu het werk doen. Want anders gaat het niet goed. En toch. Toch ging het gisteren bij mij mis. Het ging bij mij mis. En er gebeurde iets wat me volledig energetisch overviel. En ik deel dit en ik vind dit best wel, want ik heb altijd zoiets van, oké, die zegt practice what you preach. En ik wist dat ik goed bezig was. Maar toch gebeurde dit en toen had ik zoiets van, wauw, dit is zo het bewijs dat we continu, mijn sensitiviteit wordt steeds hoger, steeds sterker. Ik ga steeds meer waarnemen, zien, voelen, ervaren. Dus daar horen ook weer, ja, een next level, een volgend level van mezelf als het ware beschermen, beveiligen energetisch gezien bij. Nou, terwijl ik deze podcast opneem, is het echt, volgens mij is het buiten 28 graden. En binnen, ik zag net op mijn telefoon, de temperatuur binnen is 26 graden. Dus het is warm. Nou ben ik sowieso niet zo goed, niet zo goed tegen bestand tegen de warmte. Want op een manier door die schildklier aandoening en mijn hormonen zitten altijd vrij hoog. Dus ja, geef mij maar lekker sneeuw. Dus die warmte is even, voor mij is het overleven. Dus de meesten kijken mij raar aan, vooral mijn kinderen ook, die vinden dat heerlijk. Maar gisteren was het ook een warme dag en er moest veel geregeld worden en ja, simpel, het komt nu allemaal op mijn schouders terecht. En uiteraard doe ik dat met liefde en ik weet dat ik dat allemaal kan en dat ik dat aan kan, maar ik ging zeg maar, het was aan het eind van de dag, volgens mij was het 6:30 en ik zat nog in de stoel op mijn laptop, mijn kus op schoot, mijn laptop op schoot en ik zat nog een belangrijke e-mail te schrijven. En ik had die geschreven, ik was helemaal in mijn focus daar. En dat moest echt goed gebeuren. En ik legde die computer opzij, maar ondertussen was mijn man en mijn dochter waren begonnen met het eten, maar het ging niet helemaal goed. Dus ik wilde helpen. Dus ik legde die laptop opzij,
stond dus nog helemaal in de focus naar die belangrijke e-mail. Ik loop naar de keuken. En mijn dochter was inmiddels weg, alleen mijn man stond daar nog. En daar gebeurde iets zo raars. Ik loop de keuken in en ik werd zo overvallen door een, nou, ik kan het alleen maar beschrijven als een gigantische druk op mijn hoofd. Dat ik dacht van, wat gebeurt er? Ik weet dat dingen van een ander kunnen zijn, maar dit was zo een bam uit het niets dat het echt ja, als een soort golf over mij heen kwam. Ik voelde zoveel druk. En nou is het interessant, want nu praat ik erover. Dus dan kan ik teruggaan naar die energie. Dus dan moet ik even opletten dat we dat niet doen. Ja, hoe zal ik het beschrijven? Het voelde letterlijk alsof ik in een hoge drukketel was beland. Er kwam druk op mijn oren, een soort suisgevoel. En ik had gewoon moeite om te blijven staan. En ik had letterlijk het gevoel dat ik tegen de vlakte ging. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik schrok er zo van. Ik wilde naar de panden lopen. Maar ik dacht, wow, wat gebeurt er? Dus ik pak zo de barkrukbeet en ik ga daarop zitten. En het zakte maar niet. Dus ik denk, wat is dit? Wat is dit? Ik probeerde te aarden en allemaal mijn energetische tools toe te passen. Dus ik dacht van, oké, is misschien de hitte? Heb ik te weinig gegeten? Heb ik gedronken? Er schiet van alles natuurlijk door je hoofd. Wat kan het zijn? Plus dat er bij mij gebeurde, nee, dat kan niet. Want ik kan nu niks markeren, want ik moet de boel draaiende houden. En er komt zoveel leuks aan, ook met New York en weet ik het allemaal. Kan je nagaan wat er allemaal gebeurt op zo'n moment. Maar ik werd heel emotioneel van, omdat ik gewoon zo schrok van wat er gebeurde. Dus toen ging ik even terug naar de huiskamerstoel. Maar ik kreeg het niet onder mijn controle. Mijn man stond me echt zo aan te kijken van, wat gebeurt er? Ik kreeg het niet onder controle. Die druk bleef dat ik echt zoiets had van, wow, dat is echt niet goed. Ik denk, het gaat niet gebeuren. Dat ik dadelijk, weet ik veel wat. Eerlijk, ik had dit dus nog nooit eerder gevoeld. En ik dacht ook van, oké, ik ga me even terugtrekken. Eten koken gaat het niet worden. Dat moeten zij zelf maar even overnemen. Zal je zien dat ze het gewoon kunnen, hè? Moeder staat altijd in de keuken, maar wat ik overigens heerlijk vind, hè? Met 7 man is best wel veel. Maar goed, ik ging naar boven. Ik ben even gaan liggen. En ik lag een tijdje. En opeens kreeg ik een inzicht van, wacht eens even. Dit is niet van mij. En dan zou je denken van, wie stond er in die keuken? Dat was mijn man. Maar dit was ook niet van mijn man. Dit was van een vriend waar mijn man zich enorm zorgen om maakte. Er was 's middags wat gebeurd. Die persoon moest snel naar de dokter. Mijn man, die had zich daar zo zorgen om gemaakt. Dus het ging vol in zijn energieveld. Dus ik vertelde wat ik voelde en mijn man zei, dit is precies wat die vriend vertelde, letterlijk. Wat jij nu voelt, is wat die vriend vertelde en overkwam. En, nou ja, toen was hij zo van, OMG. Hoe heb ik dit energetisch kunnen laten gebeuren? Hoe heb ik dit kunnen laten gebeuren? Ik ben degene die altijd, hè, mensen helpt hiermee. En toch, opeens gebeurde het. Maar goed, ik zat nog steeds met die energie. Ondanks dat ik me realiseerde van, wauw, dat is wel heel toevallig, hè, dat ik dit nu voel. En ja, die vriend had hier dus ook last van, letterlijk. Die zei letterlijk ook van, ik ga neervallen. Wah, wah. Precies wat ik voelde op dat moment. Dus ik ging bij mezelf al mijn tools, hè, die gereedschapskist die is aanwezig. Alle tools ging ik toepassen. De tools die ik ook uiteraard aan mijn studenten leer. Want dat is het, hè. Je kan overvallen worden door energie. Maar je hebt pas echt een probleem als je niet weet op welke manier je het kan gaan transformeren. Kan gaan afvoeren, kan gaan clearen uit je energieveld. Dus ik ging extra energieclearing oefeningen toepassen. En het verdween letterlijk als sneeuw voor de zon. Ik voelde het zo uit me stromen. Dus ja, ik dacht echt van wow. Voor mij was dit ook weer even een eye-opener. Want het gaf voor mij ook aan hoe gigantisch mijn sensitiviteit is. En je moet je voorstellen, als je in je vertrouwde omgeving bent, met de mensen om wie je geeft en van wie je houdt, dan sta je altijd wat meer open. Ik heb wel de laatste tijd dat ik wat bewuster natuurlijk met mijn energie omgaan. Dat het, ja, een man die kanker heeft gehad en herstellende is. Ja, dat moet ik ook niet toelaten. Want dat helpt mij niet. Het helpt hem juist en mijn gezin juist meer in mijn kracht staan. Maar nu overkwam mij dus iets via het energieveld van een ander persoon. Oh, ik zit het via Zoom op te nemen. Daar gaan de emoties mee. Oeh, ik heb het trouwens heel warm met die. Dat is ook wat energie doet, hè? Gaat het nog meer stijgen? Dus daar is hier ook 28 graden binnen. Maar ik nam dus letterlijk van een derde persoon onbewust de energie op
uit het energieveld, uit aura van mijn man, terwijl ik van de computer naar de keuken, naar de pannen ging. Dus ik had toen ook zoiets van, was je aan het denken? En toen zei hij, ja, ik maakte me wel enorm zorgen om hem. En ik liep dus, zeg maar, die keuken binnen en ik stond open en ik had het warm en ik was moe. En ik liep dus zo energetisch openstaand, zeg maar met openslaande deuren, liep ik letterlijk die energie binnen. Ja, en dat nam me volledig over. En waarom deel ik dit? Nou, omdat het zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan. Zelfs als je getraind bent. Zelfs als je denkt van, oh, maar ik doe het inner werk. Ik weet je wel, ik heb dat onder controle, dat gebeurt mij niet. Het gebeurde mij ook. Nou ja, dus waarom gebeurde dit bij mij? Ja, het is inderdaad een simpele optelsom. Dus neem dit ook mee, want wanneer je dus meer op je bordje hebt, meer verantwoordelijkheden hebt, meer te voortduren hebt. En leven is leven. Hè? We hebben allemaal de highs en de lows. Life being life, zou Mavis Patila, mijn mentor, zeggen. Ja, dan gaat je energie, je aura, je energetisch veld, wat meer poreus worden, om zo maar te zeggen. Dus inderdaad, een ziek partner hebben met een levensbedreigende ziekte is intens en vermoeiend. Het waren hele heftige maanden en we zijn er nog steeds niet. Daarbij een gezin draaiende houden, 5 tot 7 personen, die eigenlijk, ik heb het zelf een beetje gedaan, want ik vind het heel gezellig, maar die wel verwachten dat er eten klaar staat. En persoonlijk vind ik het ook een fijne afwisseling om even lekker te koken. En al die jongelui met z'n allen aan tafel met z'n 7 is natuurlijk een feest. Dus ik roep het ook over mezelf af. En daarbij natuurlijk mijn business, wat ik met alle liefde doe en alle nieuwe ideeën en alle gave dingen die op mijn pad komen. Weet je, ik wil het ook allemaal. Studenten, cliënten waar ik super gek op ben. Mijn energie was door dit alles wagenwijd gaan openstaan. En nogmaals, gelukkig heb ik dus, noem dat even mijn energetische schatkist, heb ik al die tools in mijn pocket om me snel weer te kunnen herstellen. Maar ik heb echt wel al mijn healing technieken, alles moeten toepassen, want het was echt wel heel heftig en heel intens. En uiteraard wil ik niet verder in de details gaan over die persoon. Maar die heeft ook, ja, alles wat je kan meemaken ongeveer meegemaakt. Dus poep, als je dat in één keer in je energieveld geknikkerd krijgt. Ja, maar dit vond ik wel mooi. Dus we zaten op een gegeven moment te eten. En ze hadden het allemaal zelf gemaakt. Het is toch ook fijn dat ze dat kunnen. Hè? Dat kan dan opeens, als moeders ook eventjes onderuit gaat. Gelukkig ging ik niet letterlijk onderuit, maar ik moet me wel even terugtrekken. Maar het meest bijzondere is dat die vriend later belde en die zei dat het een stuk beter ging. Dan moet je even gaan meedenken. Wat is hier gebeurd? Die energie, die is letterlijk op mijn energie terechtgekomen. Ik ben die energie gaan afvoeren. Alles is energie. Overal zijn energetische koorden. We zijn allemaal verbonden, of we willen of niet, maar dat is nu eenmaal zo. Dus ik geloof dat ik inderdaad die zware energie dus overnam, maar ook letterlijk dus heb afgevoerd. Waarom deel ik dit nu met jou? Nogmaals, het voelde intuïtief goed. En dit is een heel persoonlijk en kwetsbaar stuk. Maar het gebeurt niet voor niks. En ik weet ook, ik heb uitdagingen in mijn leven. Maar jij hebt die ook. En iedereen heeft uitdagingen waar we mee mogen omgaan om uiteindelijk weer door te groeien en te evolueren. Maar wat als ik nu dus niet energie had begrepen? Wel sensitief ben, maar niet die energie had begrepen, nou, dan had ik waarschijnlijk zelf op de spoedeisende hulp gelegen. Want zo heftig was het. Ik moest me echt vasthouden. Maar nu kon ik het dus zelf energetisch opruimen, transformeren, clearen uit mijn systeem. Dus mijn vraag nu aan jou, hoe bewust ben jij van je energie? Want sowieso, wanneer je dit luistert, weet ik zeker, jij bent sensitief. Jij bent empathisch. Want anders zou je niet eens interesse hebben in wat ik deel. En ik zelf, nou, ik heb weer mijn next level les geleerd. Ik heb weer een nieuw plafond had ik bereikt en die heb ik doorbroken. Het was niet op een manier zoals ik het had gewild, maar het heeft wel weer mijn bewustzijn als het ware geopend. Van wauw, mijn sensitiviteit is zo sterk. Plus wanneer er veel gaande is, moet ik nog krachtiger mijn ruimte nemen. Mijn energie bewaken. Dus ik hoop jou bij deze ook meer bewust te maken van wat energie met je kan doen. Het is uiteindelijk wie je bent. En dat je energie, wat zo is bij mij gebeurd, ik heb het opgepikt terwijl ik met iets heel anders bezig was, onbewust uit het energieveld van de gedachtekracht van een ander.
Gedachten zijn energie, woorden zijn energie, plaatjes zijn energie. En wanneer jij dit dus onbewust doet, want het gebeurt de hele dag door, maar we hebben het niet door. Hoe ga jij daarmee om? Ik herken het, nou, ik wil zeggen vrij snel, eigenlijk herken ik het niet vrij snel, omdat het zo heftig en intens was. Ik kon het dus gelukkig wel zelf energetisch oplossen. Maar wanneer jij veel op je bordje hebt en veel stress en veel zorgen hebt, ben je dan nog bewust van je energie? Kan je dan nee zeggen? En ja zeggen tegen jezelf? Dat was voor mij ook een pijnlijke reminder, ja. En misschien moest het bij mij ook gebeuren, zodat ik het nu dus ook met jou kan delen. Of misschien zelfs dat het belangrijk is dat jij dit nu hoort en dat jij het kan gaan delen met iemand die jij kent. Of waarbij je ziet van, hé, de persoon is in een korte tijd, is daar wat geshift, veranderd, gebeurd. Hij heeft het niet, maar wat is daar aan de hand? Stuur dan alsjeblieft deze podcast door. Ik heb vooral ook in het begin van mijn podcastserie, die nog, oh, kan erbij niet terugluisteren. Maar goed, het gaat uiteindelijk om de boodschap en daar zie je ook mijn groei in. Hoor je vooral mijn groei in. Maar daar deel ik hele belangrijke lessen die je ook met dit stuk kunnen helpen. En laatst heb ik ook iemand mogen helpen die onder behandeling was bij de psycholoog en die werd doorgestuurd naar het ziekenhuis omdat er iets gebeurde bij de psycholoog. Die kon daar ook niet mee overweg. Die werd doorgestuurd in de ambulance naar het ziekenhuis. Volledig alle onderzoeken gedaan. In het ziekenhuis is die persoon helemaal doorgelicht. Ze konden niets vinden. En toen, ja, werd ik om hulp gevraagd. En voor mij, wanneer ik met jou werk en wanneer jij uitdagingen ervaart, is het altijd heel belangrijk dat ik weet van, oké, is het medisch gezien allemaal in orde en heeft dit eigenlijk geen, ja, bewijsbare oorzaak? Nou, dat was in dit geval bij deze persoon dus ook. Ik vermoedde al het een en ander wat er gaande was bij die persoon, maar uiteraard houd ik mijn mond zolang ik de uitslagen niet wist. Dat is gewoon, dat is ethisch gezien, ja, vanuit therapeut zijnde ook heel belangrijk. Eén sessie heb ik gedaan bij die persoon. Tools geleerd, technieken geleerd. En nu zijn de klachten onder controle. Het was puur energie. Zelfs een psycholoog weet er geen raad mee. En niet om psychologen af te kraken, absoluut niet. Want er trainen bij mij ook psychologen die fantastisch werk verrichten. Maar het gaat vooral om degene die nog niet de energie integreren in hun werk. Alsjeblieft, onderschat het niet. En laat dit dus, ja, een liefdevolle wake-up call zijn voor jou, die ik op een pijnlijke manier moest ervaren. Dus zorg ook in je leven en business dat je master bent over je energie en frequentie. Ik zeg altijd, leer je energetische voertuig te besturen. Uiteindelijk hebben we allemaal een prachtig energetisch voertuig. Ik weet niet of je van de auto bent, maar vergelijk het met een Lamborghini of een Ferrari. Nou, je krijgt het mee. En wanneer je ontwikkelt, transformeert of misschien onbewust opeens, ja, extra pk's krijgt, waardoor je energie stijgt, maar jij weet niet hoe je moet sturen. Sterker nog, je weet niet hoe je die rem moet indrukken, hoe je kan remmen, hoe je kan stoppen. Nou, dan kan het echt heel erg misgaan. Dus nogmaals, mijn oproep en mijn verzoek, en dat is nogmaals ook de reden dat ik dit met jou deel. Jij kan hier jezelf, maar ook anderen, hun leven en dat van velen dus mee redden. Letterlijk. En dit is ook wel mooi om te delen. Ik heb net, voordat ik de podcast ging opnemen, een trainingscall gehad met een prachtige internationale klinisch psycholoog. En ik vind het ook echt fantastisch dat het reguliere circuit steeds meer open staat voor wat ik noem die energetische samensmelting. Het samensmelten, het blenden, dat noemen ze in Engeland. In het Engels noemen ze dat blenden. Dus je hoort mij vaak praten over blenden, maar dat is letterlijk. Dus ik ben onbewust gaan blenden met de energie van die derde persoon via het energieveld van die ander. Energie smelt samen. En dat gebeurt de hele dag door. Vind je dit interessant? Of heb je zoiets van, oh wauw, nu realiseer ik me pas wat er bij mij gebeurt? Of ik werk met heel veel mensen en ik merk dat ik moeite heb om daar los van te komen. Misschien wil je het zelf gaan leren en gaan integreren in je praktijk, in je leven, in je business. Nou, DM me dan met het nummer van deze podcast, zodat ik je meer info kan geven en meer info kan opsturen om te leren werken met energie, zowel voor jezelf dus en in je leven, in je business.
En dit werd trouwens ook net door deze psychologen gevraagd. Want deze persoon zag online en in de mailing heel veel voorbij komen over New York, onder andere. Dus er werd mij gevraagd: Lisette, wat ga je daar allemaal doen? Nou, nogmaals, misschien heb je het ook voorbij zien komen. En ik hoorde zelfs via ook iemand dat een vader had gezegd van joh, wat gaat er allemaal in New York gebeuren? Ik kan me voorstellen dat het niet helemaal helder en duidelijk is. En ik wil daar heel graag heel veel over delen. Weet dat de tijd tikt. De klok tikt door en we gaan begin september die kant op. Dus je kan nog instappen, maar weet hoe dichter we erbij komen, hoe lastiger het wordt om alles te kunnen regelen. Dus ik begrijp ook als geen ander dat het nu vakantieperiode is, dat het misschien wat aan je voorbij gaat. Maar mocht je dus meer informatie willen en uitleg willen over dit traject, DM me dan het woord New York en dan stuur ik je de informatie toe. En nogmaals, wees er snel bij, want we vertrekken dus begin september. In de show notes op www.lisettelucas.com/235 zal ik ook de link zetten. Nou, er staat informatie over deze podcast uiteraard, maar ik zal ook de link zetten naar het New York traject en de podcast die daaraan gerelateerd is, zodat je de informatie tot je kan nemen. En dan hoop ik jou heel snel te spreken of te zien. Tot snel en dankjewel. En vergeet niet door te sturen als jij nu aan iemand denkt waarvan je denkt: wauw, die persoon zou hier absoluut wat aan hebben. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot snel. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energieslurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.